Een A. Niet aangepast aan het leven in de maatschappij. Een allochtoon? Een allochtoon? Nee. Schuif aan de kant. Als je me ziet is een probleem. Weiger je mee te werken, ga ik dwars door je heen. Moeilijke tijden. En het leven wordt niet beter. Je staat nergens in geschreven. Ben ik je ziek of onverzekerd in het. Lijkt alsof je leven zogenaamd vervloekt is. Hij wordt helemaal lijf en die openstaande boetes. Werkloosheid is een feit, shit is erg man. Dus ik pak de mic en ik maak het werk van jonge lul. Ik had gehoord. Dit is die Westside spit shit. Als je wil fokken wijs ik je de red light district. En als je daar nog wil komen jongen dan vraag je de weg. Voor een body van het donnie krijg je naald in je nek. En is je poetie weg zonder dat je het weet. Of word je opgelicht in het donkere steeg. Ben niet te ontwijken, altijd in de wijk te vinden. Ik ga naar daar, ga daar maar vanuit, want ik kom toch niet binnen. Ik sta voort, achter en op de straat. Toch geen emotie, dus hoe kan ik aanzetten tot haar? Wat een tering zo, ik weet niet waar het op slaat. Ze noemen mij een terrorist, terwijl de media alles opblaast. Ligt getrind als mijn achtergrond, dus kijk. Gasten staan achter ons in elk achterstand bij. Voel zeker wat ik hier nu beschrijf. Dus er is vaste kans dat jij dit niet begrijpt. Ik doe wat ik moet doen, het is nu tijd. Ik kom op voor mijn volk en ga volop in de strijd. Een trotse Marokkaan is wat ik ben en wat ik blijf. Dus het wordt een ruïne als je te lang naar me kijkt. Ik doe wat ik moet doen, het is nu tijd. Ik kom op voor mijn volk en ga volop in de strijd. Een trotse Marokkaan is wat ik ben en wat ik blijf. Dus het wordt een ruïne als je te lang naar me wijst. Ga van de kant, het is tijd voor die echte shit. Ben strijd klaar, want het is tijd om te vechten. Pik, ga je wat uitleggen. Maar als je eens wist hoe het voelt om geclassificeerd te worden als terrorist. Ik ben een mens, dus ik heb recht op mijn privé. Dus waarom moet ik rondlopen met een idee? Ik heb een idee. Maar wacht even, waarom word ik nagewezen? Noem Nederland dit een cliché. Ik schrijf wat ik leef met mijn pen. En alleen maar echtheid is wat ik schreeuw met mijn stem. Je voelt er pijn in voeten, dus je vreest wat ik ben. Ben zo gemaakt van dit systeem, maakt het beest van een mens. Spelen bevolkingsgroepen tegen elkaar uit. En tijdens alle wanorde, wie pakt er de bijl? Je vraagt je af, wie zit daar achter de kassa? Dezelfde mensen met villa's op de vinkelfeest aan plassen. Ik schijt in de regering, want ze maken een zootje. Die rappende minister dunner, vreet ik op als een broodje. Want dit is niet te pikken. En daarom groeit de jeugd op met de mentaliteit van wil te staan, want ik kan zitten. Geloof je mij niet, grapje vragen ten naffer. Elke pen is machtiger dan de zwaarte van Blaffer. En ik ben even echt als de droom van een Palestijn. Dus ik doe wat ik moet doen om te komen waar ik wil zijn. Maar ik doe wat ik moet doen, het is nu tijd. Ik kom op voor mijn volk en ga volop in de strijd. Een trotse Marokkaan is wat ik ben en wat ik blijf. Dus het wordt een ruïne als je te lang naar me kijkt. Ik doe wat ik moet doen, het is nu tijd. Ik kom op voor mijn volk en ga volop in de strijd. Een trotse Marokkaan is wat ik ben en wat ik blijf. Dus het wordt een ruïne als je te lang naar me wijst. Het wordt een ruïne, te lang naar me wijst. Haal je fucking vinger weg en beschuldig me niet zomaar van shit. Kijk me niet scheef aan als ik in de winkel loop. Huh? Ja, ja. Ik weet dat je me hoort.